Zalland Sport, nabeschouwing. En aan de lijn Gert Wessels, hij is trainer van Lettelen. En hij had een heel goede vrijdag. Gert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Vertel eens, hoe goed was die goede vrijdag voor jullie, voor Lettelen? Ja, als je wint is het een goede vrijdag, toch? Zeker, zeker. Ja, nee, dat was lekker. Ja, dat is een mooie overwinning. Ja, en tegen de naaste concurrent, voor zover als het dan wat uitmaakt. Mm-hmm. Maar dat ging eigenlijk een beetje om de vijfde plek. Maar ja, het begon niet als een hele makkelijke wedstrijd, toch? Nee, we begonnen, dat wordt er gezegd van, we begonnen niet scherp genoeg. Maar ja, goed, volgens mij waren de meiden best wel redelijk scherp. Maar de tegenstander die was scherper en dan kwamen we met 5-1 achter. En dan wordt er al snel gezegd van, we zijn niet scherp begonnen. Maar we waren wel scherp begonnen, maar de tegenstander was gewoon scherper. En ik denk dat we gewoon even een moment nodig hadden om even een beetje aan hun aanvalsspel te wennen. En dat je de verdediging daar, dat ze een beetje meer op moest instellen. En ik denk dat meer aan de orde was. Maar we stonden met 5-1 achter en we hebben het gewoon weer goed gemaakt. Dat klinkt goed, Gert, want uiteindelijk worden aan de finish de prijzen verdeeld. En dat gebeurt in het handbal natuurlijk ook, want zo'n wedstrijd bestaat natuurlijk altijd uit fases. En tuurlijk, je kunt misschien niet goed beginnen, maar ook je tegenstander kan heel goed beginnen. Hè? Dus er is altijd nog wel eens een verwijt van, bonnen te slap. Ja, dat kan. Als je net even op 95% staat en je tegenstander op 110, ja, dan sta je zo 5-1 achter. Maar uiteindelijk hebben jullie dat helemaal rechtgezet tot 31-27. We lazen toen straks in de uitzending over een stukje over Anouk van Rossum. Hoe zwaar is het voor Lettelen dat ze ermee stopt, Gert? Ja, nou goed, weet je, als je een ingespeeld team hebt, dan kun je eigenlijk niemand missen, hè. Mm-hmm. Anouk heeft, dat is een meid met ervaring. En die behoudt de rust op een gegeven moment. En die kan op sommige momenten belangrijk zijn voor het team. Maar dat kunnen natuurlijk ook andere speelsters zijn. Mm-hmm. Maar het is altijd jammer als je een ingespeeld team hebt, als er iemand mee stopt. Ja, zeker. Want uiteindelijk zeg je het ook. Lettelen is best wel een hechte gemeenschap. Het is niet zo van, nou jongens, we trekken even de blik open. En we hebben weer drie goede spelers die zo het eerste mee kunnen. Dat is toch een kwestie van opbouwen. En dat heeft tijd nodig. Wel heb je natuurlijk er weer een speler bij. Even kijken, Bianca Klein-Koerkamp. Die komt dan weer terug. Is dat eenzelfde type speelster of is het een hele andere speelster qua plek in het team? Ja, en Bianca die heeft natuurlijk de Eredivisie gespeeld bij Kwieken. Mm-hmm. Ja, Bianca is geworden, die is echt een verdette. Kijk, er zijn weinig speelsters van dat kaliber. En niet dat ze natuurlijk zelf zo heel veel scoort, maar ze brengt ook heel makkelijk andere speelsters in stelling. En dat is gewoon een hele belangrijke speelster. Ja. Ze zit er wel even een maatje aan met haar terugkomen. Ze heeft behoorlijk last van haar rug al een tijdje. Dus ze gaat het wel even aanzien van hoe het natuurlijk gaat. Ze speelt nu in de recreanten. En natuurlijk is het een ander niveau. Hier gaat het natuurlijk allemaal iets sneller en iets fysieker soms ook. Dus dat is even aanzien hoe het gaat uitpakken. Maar ja. Ze heeft wel de intentie om weer terug te komen. Ja, dat klopt. Ja, zal mooi zijn natuurlijk voor jouw team. Nog even terug naar de wedstrijd. Want uiteindelijk was het op een gegeven moment 21-21. En dan heb je nog een aantal minuten te spelen. En waar we het wel eens over gehad hebben. Dan komt ook wel eens de hand van de trainer komt tevoorschijn. Want ja, je kunt natuurlijk zelf niet meespelen. Dat mag niet, hè? Nee. Maar wat heb jij gedaan op een gegeven moment aan het team, aan het wisselen bijvoorbeeld, waardoor het jouw kant op viel? Is dat een bewustie geweest? Of is het, de meiden hebben het gedaan? Wat is er precies gebeurd? We zijn sowieso al de wedstrijd ingegaan met een andere opstelling. Omdat ik heb die wedstrijd geanalyseerd tegen RSC. Mm-hmm. En we kwamen de eerste wedstrijd thuis of uit. Vanaf de opbouw kwamen we niet echt aan de bak. In ieder geval niet met afstandsschoten. Dus ik heb wel op de opbouwposities heb ik dus wel wat veranderd. Ik heb dus mijn cirkelspeels, Marjolein. Die heb ik op de linkeropbouw gezet. En op mijn rechterhoekspeels, Lenneke Groot-Koerkamp, heb ik op de rechterhoekbouw gezet. Dat is een hele bewegelijke, snelle speelster die makkelijk kan passeren. Mm-hmm. En ik denk dat uiteindelijk die beslissing dan toch wel positief is uitgepakt. Ja. Dat we dus wat makkelijk door hun dekking heen kwamen. Dus. Ja. Maar goed, dat is al vanaf het begin van de wedstrijd gegaan. Dus het is niet zozeer dat ik vanaf 21, ja, die gaat dan wel wisselen. Dan ga je kijken natuurlijk wel van
Nou, wat is handig, wat is bestandig op wie op welke positie je nu gaat zetten. Dan doe je dan af en toe, dan doe je een keer een keeperswissel. Dan moet de aanval moet dan weer anders gaan gooien. Dus dat doe je dan ook wel eens. Maar ja, dat is eigenlijk de normale tactische wissels die je dan normaal toepast. Ja, precies, want uiteindelijk heeft Marjolein Westerbeek toch 8 keer gescoord. En Anneke Groot-Koerkamp 6, Kim Oosterhuis 7. Dus op zich heeft dat wel goed gewerkt. Hè? Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat je nog de kant soms dingen ziet. En ja, dan moet je ingrijpen. En dat kan natuurlijk goed gaan, maar het kan natuurlijk ook misgaan. Hè? Dus dat blijft natuurlijk ook altijd een kwestie van visie. En het is altijd zo fijn als het lukt. Hè? We hebben de laatste wedstrijd tegen WRC hebben dat gemerkt. Toen stonden we 4 minuten voor tijd... Op 3 minuten per tijd stonden we 4 doelpunten achter. Toen ben ik dus 1-op-1 gaan spelen. Ja. Dat is heel, heel offensief, zeg maar. En heeft ons, de eerdere wedstrijden heeft dat allemaal hartstikke goed uitgepakt. Mm-hmm. Maar de wedstrijd tegen WAT dus niet. Ze gingen er als een wermes door de boter gingen ze er doorheen. Dus dan kreeg je een hele geflatteerde uitslag. Toen hebben we toch uiteindelijk met 7 of nee, misschien wel met 10 doelen het verschil verloren. En uiteindelijk in de laatste minuut, weet je wel. En dan zeggen ze wel, dan kijk je even naar de stand en dan denk je van wat een dikke nederlaag. Maar uiteindelijk aan de wedstrijd gezien, de gehele wedstrijd gezien, dat het een beetje gelijk opgaat. En dat je op laatste eind die doelpunt door die beslissing dan weggeeft, lijkt het een beetje geflatteerd. Ja, nee, maar goed, het maakt ook niet uit. De ene keer pakt het goed uit. Ja, precies. En de andere keer pakt het fout uit. Precies. Inderdaad, heb je gelijk al. Ja, precies. Hey, in de stand sta je nu 5e met 22-20. Is daar ook een beetje de plek waar Lettelen een beetje thuis hoort. Als ik kijk naar wat er boven staat, 7 punten verschil. En samen met RSC heb je natuurlijk een beetje hetzelfde aantal punten, maar daaronder is het ook weer 7 punten verschil. Ja, ik denk dat we gewoon ik heb het vorige interview ook al wel gesteld. We hebben gewoon dat ik met deze ploeg gewoon blij mag zijn dat we zijn tevreden met een goede middenmoordplek. En als je dat ziet waar Letteler vandaan komt, 2,5 seizoen geleden vanuit de tweede divisie hebben we best wel een flinke jas uitgedaan. En al die jeugd die we moesten inpassen. En met alle respect hebben we de meiden gewoon hartstikke fantastisch gedaan. Daar heb ik echt trots op mee zien hoe ze nu staan. En er zitten echt wel een paar leuke aanspelers aan te komen. Dus ik heb ook nog, we doen het volgend jaar nog een schepje bovenop. En dan kijken we waar we eindigen. Maar ik denk een middenmoot, goede middenmoot in de hoofdklasse. Ja, dat is prima voor Letten. Ik vind het belangrijk dat we een goede sfeer hebben. Ja. En dat we het gezellig hebben, dat we lekker handballen met zo'n clubje. En dat vind ik net zo belangrijk dan zeg maar kost voor kost. Kampioen te worden. Nou, ik vind het sowieso knap voor een plaats als Letteren, zeg maar. Want het is nu geen grote plaats waar heel veel eigen jeugd komt. En we hebben het of met jou of met een van de speelsters wel eens over gehad. Er zijn natuurlijk ook veel jeugd is er uitgevlogen. Uiteindelijk komt het een keer weer terug. Hè, om weer bij jullie te gaan spelen. Dat geldt ook voor de voetbal. Hè, dus het is sowieso knap dat je goed overeind blijft in een hoofdklasse. Er zijn grotere plaatsen die lager spelen, zeg ik altijd. Dus sowieso alle respect. Zeker. Ja. Ja, weet je, en nu hebben we dan de pech gehad dat we zeg maar in Twente zijn ingedeeld. Maar als we Twente in de Achterhoek, maar als we zeg maar in de andere hoofdklasse hadden gespeeld, waar Heten in zitten, waar SDL in zit, waar LAC, waar Nieuw Heten in zit, daar hadden we echt een mooie Salonse, dan was het nog aantrekkelijker geweest, dat je mooi de Salonse derby's hebt. We hebben nu eigenlijk maar 1 derby, voor wat het waard is, dat is voorwaarts Twello, ten opzichte van Letteren. Maar voor de rest is het allemaal in de Achterhoek en allemaal in Twente. Dus dat had nog mooier geweest als we zeg maar in de hoofdklasse A hadden gespeeld. Ja, heeft de club daar ook nog invloed op voor het volgende seizoen? Of is dat... Natuurlijk, er wordt er wel over gesproken. En vorig jaar was dat ook wel al een beetje gaande. En ze willen dus niet echt een Stallandse competitie hebben. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel afhankelijk allemaal vanuit Noorden en zo, wat het promoveert en wat het degradeert. Mm-hmm. Ze trekken de geografische lijn. En natuurlijk, we zitten kort aan de A1. En ze zeggen van, je kunt makkelijk richting de Achterhoek. Je kunt makkelijk richting Twente. Zo gaan ze een beetje kijken, denk ik. Een beetje geografisch. Ja. En ze willen dus niet echt een specifieke Salonse competitie. Nee. In het verleden zeg maar, had bijvoorbeeld de afdeling Twente, dat was eigenlijk als het ware een aparte competitie. Mm-hmm. En daar hebben ze dus nu ook mensen weggehaald, of teams weggehaald. En die hebben ze een beetje gemengd nu.
En ze zeiden van ja, volgend jaar, als het afgelopen jaar, volgend seizoen gaan we het dus weer anders doen. Dus ik denk dat ze nu, het komend seizoen, de boel wel weer door elkaar gaan schudden. En dan, dan maar kijken waar we bijeen komen. Ja, zeker. Nou, we gaan het zien. Ja. Volgende week speel je in Duiven tegen de dames van Duiven, dames 1. Hoe kijk je daar tegenin? Tegenaan? Ja, het wordt een zware wedstrijd. We hebben nog twee zware wedstrijden. We hebben de Duiven en de kampioen waarschijnlijk, OBW. Ja. Dus we hebben alle twee zware wedstrijden. Maar Duiven is, nou ja, goed, dat is niet onmogelijk om daar, of, sorry, OBW, nee, Duiven. Duiven is niet onmogelijk om daar van de winnen, hoor. Want als ik zie dat de RSC heeft daar vorige week gelijk tegen gespeeld, zegt natuurlijk niet alles. Nee. Maar we hebben de laatste wedstrijd thuis tegen Duiven ook wel kansen gehad. We hebben ook net verloren. Dus ik denk wel dat we wel kansen krijgen. Zeker in de vorm waar we nu momenteel steken. Mm-hmm. En met name verdedigend samen. We echt als een huis de laatste paar wedstrijden. Wat dat betreft, ik heb er wel graag maar goed vertrouwen naar die wedstrijd toe. Ja. Nou ja, je gaat in ieder geval met een overwinning naartoe. Is altijd lekker. Met vertrouwen en dergelijke. Dus in die zin is het altijd wel weer prettig om zo die wedstrijd te benaderen. Goed, en gelukkig begint elke wedstrijd met 0-0. Dus in die zin. Zo is het. Dus zat ik nog over 5-1 achter. Dat heb je ook alweer gezien. Ja. Dat kan een paar minuten kan dat zo weer veranderen. Dan wil ik jou bedanken, Gert, voor de tijd voor vandaag eventjes. Dat je daar even gelegenheid voor had. Heel veel succes volgende week in en tegen Duiven. En we blijven het allemaal volgen. Goed zo, bedankt voor het belletje. Fijne maandag. Tot ziens. Hoi, doeg.